Hallo, mijn naam is Bart de Waele van Netlash. Netlash is een Gents webbureau. Wij maken mooie en gebruiksvriendelijke websites die een doel bereiken. We zijn een viertal jaar geleden begonnen in het stadscentrum van Gent. We zijn nu met 18 mensen. De sites die wij maken zijn zeer gebruiksvriendelijk en scoren hoog in Google. We hebben nu de ambitie om de websites te maken die binnen 3 jaar bon ton zijn. We willen eigenlijk het Vlaamse web beter maken. Je kan ons kennen van websites zoals die van Ancien Belgique, abconcerts.be, maar ook van een aantal Gentse websites, zoals die van Capitol, capitolgent.be, of van het Gentse Stadsmuseum, stamgent.be. Van een studentenjob naar een winstgevend bedrijf van 600.000 euro omzet, dat websites host en ontwikkelt voor Telenet, de Vlaamse overheid en een aantal grote webbouwers. Het ging bijzonder snel de laatste 9 jaar. Mijn geheim voor succes is dat ik snel doorhad dat onze sterkte bij onze mensen ligt. We focussen op 3 pijlers: kennis, fun en voldoening. We moedigen onze mensen aan om continu bij te leren en de laatste technologieën en trends op de voet te volgen. We vragen dat onze mensen hard werken, maar we laten voldoende plaats voor een ruime portie fun. Van Mario Kart Wii-toernooien onder de middag tot barbecues in de zomer. De derde pijler is eigenlijk de som van de 2 vorige, de voldoening. Onze mensen komen graag werken en genieten van de vrijheid die we hen geven. Samen hosten we de snelste websites van het land en bouwen we mee aan de beste en meest innovatieve online toepassingen. Dit zien lukken maakt mij een zeer gelukkig man en ondernemer. Om ons verhaal te volgen, surf naar openminds.be. 5 miljoen Belgen spelen soms computergames. Dat schreef een bekende krant onlangs. Afgelopen jaar hebben daarvan 50.000 een game van La Mosca gespeeld. Geen slecht begin, maar we hebben nog een lange weg voor de boeg. Onze games zijn dan ook erg specifiek. We maken eigenlijk stadspelen die je op een gsm met gps-functie kan spelen. Om het kind een naam te geven, noemen we dit location-based games. Een achtervolgingsspel, een schattenjacht of detectivespel, de basis is altijd hetzelfde. Spelers volgen de instructies op hun scherm en een gps houdt hun bewegingen en die van hun medespelers en tegenstanders in de gaten. Zo wordt de stad eigenlijk het decor van een videogame, maar dan in het echt. Van videogames gesproken, soms worden onze games vergeleken met de Wii, maar dan voor buiten. GPS City Games zijn dan niet alleen heel sociaal, maar ook een sportief gebeuren. Come out and play is niet voor niets onze baseline. Door de recente technologie zijn we in Europa zo goed als uniek. In amper 10 jaar tijd zijn we van dit naar dit gegaan. Onze spelen hebben een groot potentieel, niet alleen in België, maar ook ver daarbuiten. La Mosca is klaar om vanuit Gent de wereld te veroveren.